Mooi. Mooie mission. Ja. Mooie stoot, Teddy. Ja. Ja, jongens, ik ben André van der Lauw van de Partij van de Arbeid. Toen ik op de lagere school zat, toen waren de leermiddelen natuurlijk het leesboekje Aapnoodmies en dan de Griffel en de Lei. Er is nog wel wat veranderd in die tijd. Ja, hier heb ik bijvoorbeeld leermiddelen voor rekenen, vierkantjes, cirkels, driehoekjes, daar kun je mee leren meten, een beetje wiskunde eigenlijk, je kunt leren rekenen. Ontzaggelijk leuk werk, heel plezierig. Ik heb het gemist, maar het kan vandaar, alleen het kost veel geld. Moderne leermiddelen, die vragen ontzaggelijk veel geld. En je kunt natuurlijk al die leuke dingen niet doen met klassen van 40. Het is bijvoorbeeld een boekje gemaakt uit tekeningen, een stripverhaal voor alle kinderen. De klas maakt zelf een boek, dat kan. Maar niet als je met 40 kinderen zit. En we hebben natuurlijk veel meer geld nodig, want als we kinderen echt gelijke kansen willen geven, dan moet ook een goede verhouding zijn tussen die school en het gezin waar dat kind uitkomt. Dat vraagt veel meer. En het beroerde van de situatie vandaag is dat het nu juist de andere kant uitgaat. Dat de kraan wordt dichtgedraaid door het kabinet Biesheuvel. Dat de middelen beperkter worden in plaats van groter. En we komen er natuurlijk alleen uit als we echt voorrang geven aan het onderwijs in Nederland. Als we onze kinderen de kans geven om zich in een harde samenleving die ontzaglijk verandert, kansen geven zich zo te vormen en te ontwikkelen dat ze zichzelf kunnen besturen. Daar hangt de toekomst van onze democratie van af. En daarom zeggen wij tegen het kabinet Biesheuvel, handen af met je besnoeiingen en bezuinigingen van kleuter- en basisonderwijs. Handen af van de ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen. En als we dat willen bereiken, dan moeten we dat met elkaar een front vormen om te zorgen dat het onderwijs van onze kinderen, dat niet wordt aangetast, maar wordt verbeterd. U kunt hem nu bellen 010 14 7400. Deze dagen hebt u Willy Brandt, de Duitse socialistische minister-president, veel in het nieuws gezien. Hem is de fantastische onderscheiding Nobelprijswinnaar voor de vrede toegekend. Toch is Brandt van mening dat wij niet zonder defensie kunnen. Nog niet. Die mening zijn ook wij toegedaan. U zult niettemin hebben gehoord dat wij menen dat de defensieuitgaven aanzienlijk terug kunnen. Dat er bezuinigd kan worden. We hebben voorstellen gedaan om de uitgaven in 1972 met 200 miljoen terug te brengen. Hoe dat kan zonder onze defensiekracht aan te tasten? Wel, we hebben eigenlijk van alles wat. Het kleine Nederland heeft een eigen leger. We hebben een eigen marine. We hebben een eigen luchtmacht. Terwijl in elke organisatie, in elke moderne organisatie, specialisatie optreedt. Ieder zich op een bepaald punt richt en tot een goede werkverdeling komt. Wel nu, wij zijn allang van mening dat door die goede werkverdeling, door duidelijke afspraken te maken met bondgenoten, er bezuinigd kan worden, wij met minder mensen wellicht meer kunnen doen. Is het immers wel nodig dat wij in ons eigen leger tanks hebben? Is het wel nodig dat wij zelf raketten hebben? Is het wel nodig dat wij opvolgers krijgen voor onze Starfighter? Kunnen we misschien in onze marine zonder grote schepen? Dat zal moeten worden bekeken. En het zou zeer wel mogelijk zijn, zo is althans onze opvatting, dat we met minder mensen zelfs meer kunnen doen. Onze defensiekracht daardoor niet wordt aangetast. Gelukkig zijn zeer velen met ons die mening toegedaan. Maar om kracht te kunnen bijzetten, hebben we uw steun nodig. Daarom wil ik u opwekken lid te worden van onze partij. U kunt zich daar vanavond opgeven, nu ook bij mij. U kunt hem nu bellen 05158341. We gaan trouwen in december en tot nog toe hebben we nog helemaal niks gevonden. Het is er gewoon niet. Wat er nu gebouwd wordt aan nieuwbouwflats en zo, dat is allemaal vrij duur. En als het niet zo duur is, dan moet je jaren op wachtlijst hebben gestaan. Als het goed is tenminste. Goedkope huurhuizen die worden helemaal niet gebouwd, omdat dat niet aantrekkelijk is voor de grondspeculanten en de mensen die dat bouwen. Want
Een goed koophuis, daar verdienen ze helemaal niks aan. Of nauwelijks iets, terwijl aan duurdere huizen, daar verdienen ze ontzettend veel aan. En een goedkope huizen verdienen ze niet en daarom worden ze niet gebouwd. Maar ik dacht dat er wat minder geld aan de strijkstok zou kunnen blijven hangen. Al die mooie woningen die worden gemaakt tegenwoordig. Experimentele woningen, weet ik wel niet allemaal meer. Dat zouden wij ook ontzettend graag willen hebben, maar dat kunnen we gewoon helemaal niet betalen. Nou, die nieuwbouw kunnen we dus wel vergeten. Huren van 300 en 400 gulden, die zijn voor ons niet te betalen. Nou, wat blijft er dan over? Dat zijn dit soort huizen. Maar die zijn verkrot. Er is jaren niks aan gedaan. Als we straks nog de huurharmonisatie krijgen, dan worden ook deze woningen zo duur dat we ook deze niet meer kunnen krijgen. Dus de enige oplossing was deze huizen opknappen, die zijn voor ons nog te betalen. Mensen zijn best bereid om een paar gulden meer huur te betalen. Als ze er een douchecel voor krijgen of een betere keuken. Maar bij die huurharmonisatie hoef je alleen maar meer huur te betalen en een onderhoud hoeft er niks te gebeuren. Daar zijn we het niet mee eens en daar voeren we actie tegen. En daar hebben we u bij nodig. U kunt zich vanavond opgeven als lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben er niet, ik ben bezig met begroting volkshuisvesting, maar u kunt mijn vrouw bellen. U kunt haar nu bellen. 020-38-7731. Zo Wilfred, wat doe jij het liefst in dit clubhuis? Disjockey. Disjockey? Zeg, we moeten eigenlijk iets van jou horen, hè? Ja. Wat zijn dan de, wat vind je de beste platen van het ogenblik? Sweden Hitchhiker van de Skillet Revival. Dat is een hele nieuwe, die hebben we pas van de week in Top Pop gezien, geloof ik, ja. Hè? En Salt Is Your Wannabe Hero. Oh ja, dat van McCoon, Rob McCoon. Dat draaien jullie hier ook, die plaatjes? Ja. En dan zitten hele clubs zitten luisteren? Ja, en te dansen. En te dansen. Zeg, en dat vind jij wel het leukste als dat gebeurt? En je zou het niet zo geweldig vinden als dat niet meer kon, neem ik aan, hè? Nee, dat moet je alles zelf doen, hè? Al het apparatuur zelf kopen en nergens gaan. Precies, hè? Kom jij al een tijd in dit clubhuis? Ja, ik vind het echt heel lang meer. Nee? Maar dat is al erg lang? Ja, ik weet niet, een jaar of 50. Zeg, stel je nou voor dat zo'n clubhuis er niet zou zijn. Hoe zou jij dat nou vinden? Nou, waardeloos. Waarom? Nou, als ik nou van school afkom en ik denk, moet ik naar de club toe? Dus drie keer in de week, nee, twee keer en één op zaterdag. Nou, dan werk je gewoon naartoe, maar als je nou maandags en wanneer we nog meer, woensdag en donderdag, nou, dan is er niks aan. Nee. Dan zit je gewoon op straat te zwalken. Dan zit je op straat te zwalken. Als de clubhuizen zouden sluiten, dan staat de jeugd op straat. Er staan ook kinderen op straat, omdat de clubhuizen te vol zijn. En dat gebeurt dan juist in arbeiderswijken waar de woon- en leefomstandigheden toch al niet zo best zijn. Want welzijn, dat is een kans op een beter leven. Ook voor die arbeiderskinderen. Maar kijk dan naar de regeringspolitiek. De regering die bedreigt in feite de groei en op langer zicht ook het bestaan van de clubhuizen. Bedreigt de bibliotheken, cursussen, werkende jongeren gaan zo maar door. En daartegen wil de Partij van de Arbeid protesteren. Wij doen dat aanstaande zaterdagmiddag. Om 30 oktober om 12 uur in de jaarbeurshal in Utrecht. En tot de vele medewerkers behoren daar Jan Grandia, Jan Jette, Jan Pronk, Joop den Uyl, Jaap van der Merwe, Hilda Slaman. U bent ook welkom bij die PvdA in actie. Maar die Partij van de Arbeid kan alleen maar in actie komen, kan alleen maar opkomen voor betere leefomstandigheden, kan alleen maar in actie komen tegen bezuinigingen in onderwijs en welzijn als we uw steun krijgen. Uw steun als lid. U kunt zich vanavond nog opgeven als lid van de Partij van de Arbeid. Per telefoon. U kunt hem nu bellen. 085 43 75 45. Als u zich nu opgeeft als lid, krijgt u deze prachtige affiche thuisgezonden. 010-14-7400 05158-341 020-38-7731 085-43-7545 of een briefkaart naar postbus 6070 Amsterdam.